Dit is de nieuwsuitzending 137 en dat betreft valse vlagaanslagen nummer 3. En de valse vlagaanslaguitzendingen die doe ik op verzoek. En dat vond ik ook wel een leuk idee om ze allemaal even op een rijtje te zetten, want er zijn er nogal wat. Iedereen zit te zeuren over 9-11 en als ik het haal, ik zal even de tijd op gaan schrijven. En dan haal ik dat nog in deze uitzending. Ik ga ook even 9-11 gaan bespreken, maar er is nog veel meer gebeurd. Wat is het nou op? 1837. We beginnen even bij... We zijn de vorige keer gebleven. Oh, sorry, ik kwam tegen de microfoon. Dat weet ik niet helemaal precies. Maar, oh ja, dat kan ik zo opzoeken. Jullie luisteren wel, want je bent heel geïnteresseerd in wat er allemaal aan de hand was. We zijn gebleven bij de USS Liberty. Dat was in uitzending nummer 2 over die valse vlagaanslagen. En dat was 1967. En dan hebben we dus de volgende Golf van Tonkin. En dan heb ik dat hier voor jullie opgezocht. Dat is voorbereid wordt. En de Gulf of Tonkin. Dit gaat hier over de Vietnamoorlog. En dat was een druppel die de emmer deed overlopen. En toen werden die Amerikanen ontzettend boos. En oh nee, dat kan niet langer. En iedereen naar Vietnam toe. Nou, dat hebben ze geweten. Hè? In de plastic zakken kwamen ze terug. En wat was nou de Gulf of Tonkin incident? Nou, waar het op neerkomt, los van wat hier allemaal staat. Even kijken of er iets... Het was gewoon niet waar. Hier staat, the original American report blamed North Vietnam for both incidents, but eventually became very controversial with widespread claims that either one or both incidents were false. Ja, nou dan weet je hem alweer. Was gewoon, dit is een typische valse vlag. Dit is het niet in de ruime definitie die ik gebruik. Waarbij dus de aanslagen worden gepleegd op de mensheid onder een valse vlag. Maar dit was een echte valse vlag. En we doen net alsof lalalala, maar dat was helemaal niet. Dus die kunnen we nou sluiten. Hey, en om het even af te sluiten, dit was dus gewoon toen kwam het dus pas echt de grond voor films zoals The Deer Hunter en Apocalypse Now en zo. Ja, daar moet je toch een beetje basismateriaal voor hebben. En die films, zoals The Deer Hunter en Apocalypse Now en zo. En dan wil ik Full Metal Jacket. Nou, Full Metal Jacket van Stanley Kubrick is best een fatsoenlijke film trouwens. Hoor. Maar daar was dit dus eventjes voor nodig. Hè? Leuk is dat. Dan krijg je deze. Operatie Gladio is de codenaam voor een clandestine Noord-Atlantische overeenkomstorganisatie. Dat is de NAVO. Stay Behind. Stay Behind Operation. In Italië. Tijdens de Koude Oorlog. Ja. Nou, in het kader van operatie Gladio zijn er dus allemaal bommen geplaatst. En ze hebben dus treinstations opgeblazen of zo. Hier staat alleen maar over die operatie zelf, denk ik. Maar nog niet over die terroristen-attacks. Want ze hebben gewoon bommen gelegd en de schuld gegeven aan Italiaanse communisten of zo. Nou, dat is leuk. Allemaal dode mensen en grappige dingen op tv. En ja, doet er iemand iets aan? Oh, wel. Is vrij normaal, hè? Iedereen weet het. Ik zou nog een hele uitzending over kunnen maken op zichzelf. Van hoe het precies in elkaar zat. Maar dat ze hiermee bezig zijn geweest... Ik zal even kijken of ik daar heel snel iets kan lezen. Although Gladio specifically refers to the Italian branch of the NATO Stay Behind Organizations
Operation Gladio is used as an informal name for all of them. Dit is wel een beating around the bush. Dit is om de hete brei heen draaien. Maar dat is Wikipedia. Maar als je hier wat meer over gaat lezen, vooral via Alex Jones. Want Alex Jones is weliswaar Jesuit controlled. Hè. Die staat onder controle, onder de besturing. Die wordt aangestuurd door de Jesuiten. Maar toch moet Alex Jones wel het een en ander vertellen. Want anders is hij geen conspiracy theorist. Hè. Alex Jones moet lekker schreeuwen en dingen verklappen. Iedereen denkt, wow, Alex Jones heeft gelijk. Nou, ga maar naar Alex Jones en dan moet je dit maar even gaan bekijken. We zijn nog onze eigen jongens geweest. En dan heb je, hier is een leuke, de Central Intelligence Agency in Gladio. Hè? CIA, dat betekent Catholics in Action. Zoals Nederlands Hoop, dat was een comediantenduo. Die zei, maak het verhaaltje af. En kleur de plaatjes in. Heel veel mensen doodgegaan. Oklahoma City bombing. Dat is in de schoenen geschoven van Timothy McVeigh. Hij staat hier. Kijk of we het kunnen vinden. Die naam weet ik uit. Ja, hij staat er. Ik kan het vast doen. Timothy McVeigh. Ja. En hij. Terry Nichols. Nou, dat zal wel. Die naam kende ik niet. Een derde van het gebouw werd neergehaald en 168 mensen gingen dood. En 680 mensen gewond. En er waren ook nog 324 andere gebouwen. Binnen een 16 block radius. Ja, dat is dus. Een blok is denk ik 100 meter. Dus anderhalve kilometer. Het was een soort wat wij hebben gehad in de Achterhoek met die vuurwerk. Krampen. En er zijn glas kapot gegaan en alles. Hè. En het was allemaal totaal 652 miljoen schade. Maar wie heeft het nou gedaan? En dat is het. Het gaat om de Alfred P. Murrah Federal Building. Dat was het gebouw. Dat is even opgeblazen. En Timothy, de man beweert dus dat Timothy McVeigh, die had een hele hoop kunstmest in een truck gedaan. Gewoon een busje. En toen heeft hij die kunstmesten met een lontje ontstoken. En toen is dit gebouw uit elkaar geploft. Ja, het zal wel. Geloof jij dat? Geloof jij dat je zo'n groot gebouw, misschien zou ik nog wel een foto eronder van het gebouw zelf. Hoe het eruit zag voordat het geploft werd. Hier, zo, dat is het gebouw. Nou, blaas hem maar even op. Een trucje met wat kunstmest erin. Geloof de Gerda. De andere verklaring is dat ze hebben geprobeerd om de Amerikaanse nationalisten in een kwaad daglicht te stellen. En dus hebben ze die Timothy McVeigh, dat is een soort Volkert van de Graaf, of een Lee Harvey Oswald. Dat is gewoon zo'n Patsy. En die was de lul. Een Patsy is een zondebok. En dan schuif je de schuld in een bepaalde groep. Maar deze mensen kunnen dus dit soort gebouwen maken. Dan snap je wel dat deze mensen behoorlijk wat poen hebben. Eigenlijk onbeperkt. En ze bouwen maar door. Dat zijn in feite in die zin echte vrijmetselaars. Ze metselen maar door. Of ze beter gezegd, ze laten ons de boel metselen. En vervolgens mogen wij onze eigen gebouwen laten opblazen. En mensen van ons laten bestempelen als zondebok. Ja, oké. Okay. Geen probleem toch? We maken dat. Oklahoma City Building Bombing. Oklahoma City Building Bombing. Ik zeg het goed. Dat was een false flag. Gericht tegen de Amerikaanse nationalisten. En die mensen willen niets meer dan dat wat ik ook wil, namelijk een stukje land voor mezelf. En nee, ik heb geen zin om te gaan wonen in een reddition. En dan denk je gelijk, Perry,
Ben je Frans geworden? Nee, dat was een grapje. En Redemption, dat waren de uitprobeersels van het communisme in Paraguay. Nog een andere false flag. Is Marianne Waastra. En nu ruim ik het begrip echt heel ruim op. Dat is een false flag tegen onze hegemonie. Bij Marianne Waastra, die zaak dan, van 1999, toen werden er gelijk een stelletje buitenlanders aangewezen. Maar dan heel vaag. Maar het was iets van buitenlanders. En uiteindelijk bleken die buitenlanders er helemaal niks mee te maken hebben kunnen hebben. Maar ze zijn wel in eerste instantie aangewezen. Maar die Ali H., ja, wat weten we daarvan? En Wim Dankbaar, die loopt te brullen van, ja, dat was Ali, Hassan, Hussein. Maar wie heeft dat gedaan? En waarom heeft hij dat gedaan? Dan kan je gewoon afvragen. Wat is hier aan de hand? Kijk, dat die asielzoekers een probleem voor ons zijn, dat mag duidelijk zijn. Want anders kwamen die mensen niet naar ons toe. Als wij een probleem waren, dan gingen wij wel naar Turkije. En daar bij de Albert Heijn of de Gabedigino of zo, of heet de Albert Heijn in Istanbul. Dan gingen wij daar wel zitten met onze hand omhoog. Zoals je hier al die buitenlanders ziet zitten bij onze Albert de Gein. En wij moeten die mensen helpen. En dan krijgen ze vervolgens ook nog de schuld van de moord van Marianne Waastra. Tenminste via de alternatieve media. En klopt dat wel? Ja, ik weet het niet hoor. Is dat wel eerlijk? Ja, ik zou het echt niet weten. Want wie heeft dit gedaan? En waarom? Was dit een perverseling? Of was dit gewoon bedoeld om ons een beetje angst aan te jagen van kijken, voordat ik je het weet, nou, dan zeg je geen boe of ba meer. En we schuiven gewoon de schuld in de schoenen van een stelletje buitenlanders, die het toch niet gedaan kunnen hebben, zodat het Nederlandse volk gaat achteraan jagen, achter een of andere Ali H. En als het dan niet blijkt te werken, dan wijzen we Jasper Steringa aan. Maar Jasper Steringa kan het helemaal niet gedaan hebben. Ik heb het voorbereid, wacht maar even. Een seconde. Die kan het niet gedaan hebben. Dit is het requisitoor van Henk J. Maus. En dat heb ik dus uitgebreid besproken. Maar dit is geen requisitor. Dit is kwaliteit doktersroman. En dan nog ietsje slechter. Dit is echt verschrikkelijk. Er staat helemaal bersens vol met typfouten. En allemaal gedachtenfouten, redeneringsfouten. En wat heel verschrikkelijk is, is dat hij dus de naam van slachtoffer, die staat hier, dat kan ik nou niet goed aanwijzen, maar die noemt hij de hele tijd. En moeder Maaike staat hier, hè? Moeder Maaike. Wat is hier aan de hand? Hier krijgt iemand de schuld die het helemaal niet gedaan heeft. En er wordt ook nog gezegd dat het heeft iets te maken met de Friese mentaliteit van de Friese wouden. De Friske Walden of zo. Dit is oftewel een actie geweest om het Friese volk te vernederen. Een echte valse vlagoperatie tegen het Friese volk. Of het was een of andere viespeuk die van tevoren dacht, ik verzin gewoon dat ik het Friese volk de schuld ga geven. Niet per se om het Friese volk te pakken. Nee, ben jij gek. Maar het interesseert me niks. Want ik wil gewoon de Wifke. Papa. Dat is dan een valse vlagoperatie. De laatste dan. Is het een valse vlagoperatie in de hele ruime zin van het woord. In het eerste geval is het een valse vlagoperatie. Ik noem hem er maar even bij. Ik wil toch het rijtje afmaken, of niet?
Nou, als je er meer over wil weten, je ziet mijn openingsvideo erover, heeft 506 views. En dan gaat hij hier wat dalen, en dan gaat hij hier weer wat stijgen. En er zijn nog steeds mensen die wekelijks één of meerdere uitzendingen over Marianne Vaastra beluisteren. En het taalgebruik van die man, dat is heel informatief. Dan weet je gelijk wat voor vlees je in de kuip hebt. En dat hier iemand aan het liegen is. En bij een valse vlagoperatie heb je dus een lelijke daad gecombineerd met een leugen. En als je weet dat iemand liegt, en hier is ook sprake van een lelijke daad, ja, nou ja, het ligt dicht bij elkaar, zullen we maar zeggen. Hè? Nou, dit is de most famous. Hier heeft altijd iedereen het over. De aanslagen van 11 september. Nou, daar heb ik ook. Dit kan niet. Deze aanslagen, dat was een valse vlagaanval. Niet meer. Een aanval op Amerika, dat ze allemaal gingen denken van, oh wat erg. De Mohammedanen krijgen de schuld, maakt niet uit. De aanvallers, dat waren allemaal Saoedi-Arabiërs, maar we gaan Afghanistan aanvallen. Ja, totale idioterie. Zoveel is de valse vlag. En dan krijgen we deze. De aanslagen van 7 juli 2005. Waar moet je daarmee? Hier staat een conspiracy theorist John Hill. Die heeft hier inderdaad een film over gemaakt. En dit is inderdaad zijn artiestennaam. Dat klopt allemaal. Kijk die film eens. Hij gaat een beetje langzaam af en toe. Hij had misschien wat beter kunnen doen. Maar deze man, dat was niet een of andere bij de filmacademie opgeleide klojo. Hè? Was gewoon maar een oude kerel. Die zich geel en groen irriteerde aan het officiële verhaal. Want van die aanslagen van 7 juli 2005, daar klopt helemaal geen donder van. Niet van het bewijsmateriaal. En er zijn wel mensen voor veroordeeld. En de Mohammedanen, in dit geval dan Asians of Pakistanis of zo. Die hele bevolkingsgroep, die krijgt het eventjes in de schoenen geschoven. Van dat hebben jullie gedaan. En wij maar boos worden op die Pakistanis, maar die konden het helemaal niet gedaan hebben. Er was veel meer aan de hand. En wat je dus vooral niet mag doen, dat is de familie van Hasib Hussein en de familie van Jermaine Lindsay en de familie van Shehzad Tanwia en de familie van Mohammed Siddiq Khan. Mohammed Siddiq Khan. Neem die families niks kwalijk. Nog de mensen die zij kennen. Want ze hebben hier niks mee te maken. Ze willen juist dat we boos worden op deze mensen. En iemand zegt, oh, hij heet Hussein. Oh nee, dan ga ik naar huis hoor. Nee, doe ik. Ja, dat moet je helemaal niet hebben. Je hoeft helemaal niet bang te zijn voor deze mensen, want die hebben nog nooit enige underground opgeblazen in Londen. Dat hebben ze helemaal niet gedaan. Ze zijn hooguit net zo vervelend geweest op een of andere bruiloft toen ze 10 raki te veel op hadden. Net als jij een keer toen in Limburg, weet je nog? Toen was je ook niet zo aardig. Wie zonder zonde is, die gooien de eerste steen. En dan deze, dat is Malaysia Airlines, flight nummer 17. Dat is dan ons drama, het Nederlandse drama. Ja, en wie heeft dat gedaan, hè? Waren het nou de Oekraïners zelf, de Oekraïense separatisten of Poetin? En hier heb ik dus ook, ik zal hem even bijpakken. Ik heb echt een superleuke filaties van gemaakt. Maar dit klopt ook voor geen donder. Dan kan je op je kop gaan staan, maar dat klopt gewoon niet. Je kan hierin niet zoeken, dat is wel jammer. En dan gaan we gewoon lekker een beetje scrollen. Misschien kan ik een playlistje maken. En hier kan je iets vinden over MH17. Dat is niet zo heel lang geleden.
Je moet die toch ergens voor zetten. Ja, kijk, hier heb ik de eerste. Ja, dat is geweldig, man. En hier aan deze uitzending, dan kan je gewoon zien, als je dit allemaal intypt, moet je me even overtypen. Hoe de overheid hierover liegt. En als je aan het liegen bent, ja, waarom lieg je? Wat heb je voor een reden om te liegen? Mensen zeggen tegen mij, ja Perry, jij lult uit je nek. Ja, zeg ik dan, dat is waar. Ik ben een leugenaar. Ik klets maar wat. Ik zeg maar dingen die ik denk. Heb ik wel even over nagekauwd, tot groot verdriet van degene die het aan moet horen. Ik lieg altijd, ik ben God zelf niet. Wat denk je wel niet? Natuurlijk lieg ik. Maar dit is professioneel liegen. En waarom zou je in je professie gaan liegen? Hè? Dan heb je iets te verbergen. En dan zegt, kan je tegen me zeggen van ja, maar dan moet je nu vertellen hoe het wel in elkaar zit. Ja, dat weet ik ook niet. Met 9-11 weet ik dat ook niet. Ik weet alleen maar dat de paus, die is verantwoordelijk geweest voor een heel groot aantal van dat soort vreemde zaken. Dus we hebben twee soorten zaken. We hebben allemaal vreemde zaken die niet opgelost zijn. Een deel daarvan is nog steeds niet opgelost, zoals de MH17. En een aantal zaken zijn wel opgelost. En dat was telkens de paus. Ja. Dat is een Amerikaans spreekwoord van als het waggelt als een eend, als het kwekt als een eend en als het zwemt als een eend, ja, dan zal het wel een eend zijn. Hè? De enige misdadiger van dit soort grote misdrijven, dat is de paus geweest. Tot mijn informatie dus. Hè? Als ik het niet, als je zegt, nee Perry, dat is niet waar hoor. Ik heb ontdekt dat er is nog geen andere. Ja, het zal best. Maar op deze manier worden wij echt voor de gek gehouden. Punt. Ja. Dat is een mooie afsluiting. En dan zou ik op zijn hamburgers tegen jullie willen zeggen. Tjus. En dag lieverds.